Hi, my name is Patricia, and I want to have my hair cut a little bit shorter, just a little trim, and I want to have pink hair. Pink hair, wow. Yeah, we go for pixie. You normally have a pixie, and sometimes very short. Yes. Okay, will you turn so they can see how your hair is now? Yes. And this hairstyle is from before the lockdown? Yes, from November. November. That's a long time. Yeah, 4 months. Yeah, that's long. Yes, it's quite Thank long. You very much. Took YouTube. Yeah. Hello, friends. Got me a model. Now, you hear what she wants. She wants a pixie hairstyle. She has a lot of hair. I know, I did her hair before. Start with protection, like I always do. Putting on the cape. And I do this cut with the hot razor of Ergo. Niet strak? Nee, dat is prima. Start by wetting the hair. En jou doet echt zo groot. Je bent echt een grote vrouw, hè? Ja, dat klopt. Groot lijf heb je. Ja. Ja, mij zie je wel erg over de maas gesproken. Ja, dat denk ik wel. Daar loop je niet zo overheen. Nee, en met mijn roze haar nog, zie je mij helemaal. Ah, pink lady. Ja, net als de appel. En dan, ja, oh, dat is wel leuk om te doen. Een keer stiekem zo'n stempeltje jatten ergens bij de Albert Heijn of zo. En dan op je huid plakken. Oh, nou, ik kan ook wel gewoon een appeltje kopen. Ja, dat kan je ook doen. Oké, wet the hair. Start on the back. Parting over the center line. Part a V on top of the ears. With a turner so you can see what I do. So I want to see the roundings of the skull. Part it here, so a turner, so you can see what I'm going to do. So I part this in the A-line. Start on the center. Go in with the tip of my knife. First thinning a bit. Because she has a lot of weight in hers. Do this, of course, on both sides. And go into the roundings of the skull. The nice thing of working with a hot tool is that you don't have to force anything. It gently travels through the hairs. The only crazy stuff is that you have to wet it between every time. Ik ben niet water aangesleept krijgen in de ring. Thermosknip, dat is echt. Start creating the shape. Go for the same lines. Watch at the skull bone. Hold my fingers in the same lines. And the same roundings, of course. And work till I get in the center line. Then I twist over to the other side. And do the same. Zacht, hè, zo'n thermisch mes, hè? Wat zeg je? Zacht hoe dat werkt, zo'n thermisch mes. Ja. Krijg je heel soepeltjes doorheen. Ja. Het is echt zo'n mooi gereedschap. Ik vind het een van de mooiste gereedschappen die ik heb. Ik wist niet dat je daar ook zo'n mesje van had. Ik dacht dat je alleen een schaar had. Nee, mesje is ook al heel lang. Een tijdje niet gehad, omdat ik vorig jaar naar Florida geweest ben. Net voor. Gekheid. Working till I get to the underlines. I don't use force on the hairs. I want to get them in the natural shapes. And holding my knife now flat on the hairs. So peeling off every time a layer of hairs. Het is ook wel leuk als je hier zo zit dat je eindelijk eens hoort wat ik allemaal doe, hè, normaal gesproken. Ja, precies. Ik
ik zat er net al aan te denken. Ik vind het op zich best wel cool om een keer te weten eigenlijk. Ja. Ja, maar normaal gesproken hoor je mij dat niet. Ja, nee, dat ik denk het niet eens, denk ik. Nee, maar jij hebt natuurlijk ook zoveel ervaring. Je hoeft ook niet meer zo bij stil te staan. Maar zeg maar, al die kleine dingetjes zeg maar, waar je wel rekening mee houdt, zeg maar. Ja. Wat zeg maar, dus juist lerende kappers of zo, rekening mee moet houden. Nee, maar dat is ook het leuke ervan. Je bent constant aan het ontdekken. Kappersvak is altijd blijven ontdekken. Als je denkt, hey, ik kan het een beetje stoppen, dat is niet meer leuk. Vroeger heb ik heel veel, zeg maar, door mijn hanghaar had ik altijd mijn haar opgestoken. Dan zeiden mensen, oh, je moet kapper worden. Toen dacht ik, dat is wel leuk. Ja. Maar dan moet je zoveel werken. Ja. En weinig verdienen. Ja, helaas ook. Ja, je verdient echt weinig als kapper. Dus, eerst heeft mijn moeder vroeger altijd mijn haar geflopt en zo, omdat ik dus heel lang haar had. Ja. En dan het beste voor een kind wat je kunt doen is het haar vlechten, want dan krijg je dat. Nou, dan blijft hij ook mooi. Ja, absoluut. Dan heb je ook veel meer. Ja, dan heb je functionele haar. Ja, precies. En dat was echt super makkelijk. En op een gegeven moment moest ik dat dan wel gaan doen. En dat vond ik echt heel erg leuk. Dus ik heb echt allerlei vlechtjes en. Dat opsteken en van alles echt geprobeerd. Ja, we hebben soms ook van die kapsels die eigenlijk nooit kapsten worden, maar het zijn vooral vlekjesmeisjes. Ja. Dat is echt heel grappig, die zijn altijd naar vlechten bezig, altijd met de stijltang bezig. En met de stijltang bijvoorbeeld en met krullen, dat heb ik nooit zo vaak gedaan, omdat het, zeg maar, omdat ik er zoveel haar heb, dat het altijd zo lang duurt. Ja. Dus vroeger met lange haar, toen ik dan een keer echt mijn haar wilde krullen met een krultang, dan was ik 2 uur verder. Ja, dat geloof ik wel. Ja, sorry, daar heb ik niet de geduld voor. Coming to the upper layers. Cleaning of the contour I do afterwards. Free the hair. Start on the center and work till I get behind the ears. And part that to the front. Blijf dan lang. Starting behind the ear. Now I want to leave a little bit length on the front because that makes it sexy and playable. So I let my comb guide me into this line. Maar je hebt natuurlijk ook zoveel spullen hier. Ja, dat is keihard. Lay the hairs to the front. Create my effect. Take your back away from the weight because it's a lot of hair. Not that I don't need some hair on this riding. I really love it. Then go back to the line of cutting. I lay the hairs in the shape I just created. Soms ben ik blij met zo'n buurman die met een schuurmachine bezig is. Weet je, eindelijk een beetje geluid. En je zou, muziek is ook niet even handig. Nee, muziek moet ik niet hebben. Knips lastig, hè? Naar de hand met film maken. Oh ja. Zit je precies in de filmgeluiden, weet je. Come to the other side. Part the same line. Lift the hairs over the rounding. Onto the line of cutting and lay them in line of skull bone. Maar zo'n schuurmachine vind ik wel een apart geluid. Dat zoemen. Het is een beetje white noise-achtig, hè? Ja. Een beetje, omdat het best wel gelijkmatig is qua geluid. Net zoals een vaatwasser of zo. Ja. Oh. Een vaatwasser voelde vroeger echt zo'n. Dat klonk zo voor mij naar thuis. Ja. Rustgevend. Elke keer dat ik uit school kwam, dan zeg maar, was mijn moeder de laatste beetjes aan het opruimen in de keuken en er was een vaatwasser aan. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik daarmee verbind. Wat zijn je memories? Ja. Free the upper half. Part hairs over the rounding of the skull where the fold starts. Set the upper hair aside.
Ja, dit vind ik op zich wel grappig hier een beetje. Dat is wel leuk. Ja, dan, soms valt het dan ook een beetje wat zachter, zeg maar, omdat het dan zo beetje dat het krijgt. Nu is het wel heel veel. Hè? Ja. Ja, ik heb echt merk 4 maanden is echt lang hoor. Ja, voor een kort kapsel helemaal. Ja. Go in with my tip. Get rid of a little bit weight of the hairs. From the back, I go back to the front. And create some softness into the lines. Some more touch the warm ups. Yeah. Ja, vooral omdat je die natuurlijk nu ook echt een heel lang op hebt. Hele dag, hè? Ja. Ja, ik heb normaal gesproken gewoon tussendoor even als je ergens op de grond loopt. Ja, lucht beweegt. Ja. Fijn is dat dan als je dat kunt. Wij hebben de hele dag met zo'n ding op. En als je dan s'avonds koffie drinkt, dan schrik je af en toe de pleuren zo mee. Ik denk dat je nog de neus hebt, weet je. Dat is bijna de brood kwijt bij je. Ja. Op wat gevoel. Alsjeblieft niet. Eentje daarvan is nog zelfs van mijn oma. Oké. Okay. Ik had er kunnen op en dan vind ik niks. Wat moet ik dan eens zeggen van jou? Heb je geen piercings of Eén oorbelletje vanaf de 15e. Dat was een van de allereerste die dat had. Ons in de buurt. En van eentje zat. Hold the lines nice and soft. Take about a centimeter hair up on it. Yep. So, starting again in the back. Lay the hairs on the running I created. And work from the center of the scalp. Don't force, because you don't need a lot of strength to get the hairs off with a hot tool. Let the tool do the job. To my last line on top. This comes from the other side and over the center of the skull. So lay a bit aside. Als je druk hebt kleuren, jouw kleur is 7 goud yeah. Of 7-3. Dat is je kleur. Oké. Okay. Ja, het hoeft niet, dus voor mij niet per se naar deze kleur terug. Als het maar gewoon een beetje. Eentje is die ik gewoon, waar je iedere keer me hoeft te friemelen en te frutselen. Ja, en ja, waar ik zeg maar. Kijk, als je een gewone 7 zou pakken, wat jouw natuurkleur is, ja. Die heeft de neiging om groen te kleuren. Ja, nee, dat zou ik niet. En als je een 7 goud pakt, dan zit je precies op deze kleur die je nu hebt. Oké. Okay. Dat had ik net met dat meisje wat je net gezien hebt, ook, daar heb ik ook alleen maar goudtint op gebruikt. Ja. En dan zie je ook helemaal geen groene gloed erin, want anders was ze groen geworden. Nee, dat willen we niet. Nee, dat kan altijd nog. Maar kan ik toch ook gewoon een afspraak voor maken bij je? Ja, zeker. Ja, zeker. Kan het zelfs gewoon met knippen bij, maakt helemaal niks uit. Hoef je niet extra voor af te spreken. Nou, go to the short side. Wat zeg je? Je begint het altijd liever. Handig als ik kunnen zien wat je aan het doen bent, of niet? Ja, dat is een goed punt. Ik zie het. Ja, ik zie het. De spiegel en de andere spiegel daar. Ja. Ja.
Ja, de bedoeling is dat je uiteindelijk via alle spiegels alles kunt zien. Dus dat je altijd mee kunt kijken in alles. Want soms gaan mensen helemaal krom zitten omdat ze in een spiegel willen kijken. Ja, daar heb ik er als kapper wel last van. Want dan zit je helemaal scheef voor de spiegel. Dus ik zie dat dan niet altijd, zeker met lang haar. Dan zit je echt heel stom op een film. Ja. Ja, maar sowieso, deze stoel is wel fijn om fatsoenlijk recht te gaan zitten. Ja. Ja. Want paarden zitten. Ik heb, want normaal gesproken heb ik nog ook, zeg maar, als je bezig bent met verslagen schrijven of zo, dan zit je dus ook echt de hele dag met je echt je schouders helemaal naar voren en zeg maar echt een ronde rug en zo. En dan heb je dus aan het einde van de dag ook echt last van je... Ja, onderweg. Ja, heb je dit niet. En deze kun je ook nog krijgen met een rugsteuntje. Dus naarmate dan de druk opbouwt in je rug, dus hoe meer je gaat hangen, des te meer je tegengeduwd wordt. Ja, ik heb ook ooit eentje gezien, die heeft dan zo'n soort van, ja, zo'n leuning, maar in kruisvorm. En dan kun je dus, zeg maar, allebei de kanten op zitten. Dus gewoon, je kunt een leuning in je rug hebben of voor je buik. Dan kun je ook, en zodat je dan ook rechter zit. Dat is ook blijkbaar. Dus ja, mocht ik afhankelijk van waar ik ga werken, mocht ik op thuis kantoor ervan moeten maken, dan ga ik wel even kijken dat ik een fatsoenlijke stoel heb. Want ja, ik ken mensen die op kantoor zelfs hun eigen stoel hebben staan. Ja. Als je een eigen ruimte hebt, waarom niet? Ja, precies. Het is jouw rug, hè? Ja, precies. Een rugklachten zitten bij ons in de familie. Oh, ja, dat is echt shit. Ja, mijn vader heeft namelijk ook zo'n stoel. Ja. En ook zeg maar een tafel die je kunt aanpassen qua hoogte. En dat je het scherm zeg maar kunt aanpassen. Zodat het allemaal, dat je mooi recht kunt kijken, weet je? Ja. Ja. Coming to the natural fall. Then I take over. On the short side. Starting on the back. And lay it in the natural roundings. Do this till there is no hair left to cut on this side. So when she would flip her hair over to this side, it's still a good hairstyle. Heb ik ook vaker gedaan. En dan soms in één keer kun je opstaan aan de valling van je haar precies de andere kant op wel. Nee, dat heb ik niet. Als ik eenmaal een keuze heb gemaakt, dan zie je die keuze ook. Okay, ja. Ik had vroeger wel, in de winter had ik de scheiding links en in de zomer had ik hem rechts. Ja, ik had hem... Vroeger had ik hem eerst altijd links en nu heb ik hem meestal rechts. Ja, maar dat is ook soms van net hoe het uitkomt of waar ik zin in heb. Of, ja. Maar gelukkig knip jij zo goed dat gewoon kan. Ja, maar zo hoort het ook hoor. Je hoort die lijnen gewoon te pakken allebei de kant op. Niet dat je beperkt bent. Zelfs al heb je een hele sterke asymmetrie, dan nog weet ik dat zo te toveren dat kan. Dat vind ik gewoon leuk, zelf, als kapper. Nou, je bent toch ook een goede kapper? Dat zeg ik van mezelf nooit. Ik ben steeds lerend, hè, zei ik net. Ja, dat klopt. Maar? Ik doe wel altijd 100% mijn best. Dat zei ik hier, ja, klopt. Ja, dat is het, denk ik. Ik wil gewoon de ultieme, het ultieme gevoel hebben als kapper. Ik vind het al een eer dat ik voor mensen mag doen. Dat vind ik ook. Terwijl ook mensen zijn die vinden hier om door mij gedaan te worden. Dat vind ik ook wel grappig. Maar het is toch gewoon leuk als er waardering is van allebei de kanten? Zeker. Dat hoort ook van allebei de kanten te komen. Ja. Dat is echt belangrijk. Wordt al mooi zwart, die lijnen. Because I thinned it out a bit, I can leave the length on front a bit longer, but that will certainly look very sexy with the pink hair. And the weight is off, so that's the most important thing. And now she can really work her hair out
like she wants to, without having too much hair. Die heb ik aan de gelegenheid, echt. Ja, leuk hoor. Echt mooi. Dankjewel. Jij ook. Ik hou van vrouwelijkheid bij vrouwen. Vind ik mooi. Of vind ik die boefjes ook leuk hoor, maar... Ja, nou ja, voor mij verschilt het. Soms, soms vind ik heel leuk en soms je bent ook in alles. Je bent soms een heel erg boefje. En soms ben ik heel vrouwelijk. Ja, ik weet niet, ik had een foto laten zien. Toen jij mij in oktober of november had geknipt. Toen had ik dus echt soms het haar ook echt zeg maar, een beetje meer op een stoere manier naar achteren gedaan. En dan zeg maar met een strikje erbij. En zeg maar, ja, echt gewoon een beetje, ja, nette mannenkleding, zeg maar. Ja, een beetje teasing. Is leuk. Ik zeg heel vaak als meiden kan solliciteren, trek gewoon een driedelig pak aan. Neem een strak tasje mee. Maak zelf mooi op, niet te veel, maar gewoon. Ga rechtop lopen, trek hem, ja, ga een beetje mannelijk. Ja. Dan win je al heel vaak, want al die vrouwtjes die zitten er met hun poplijntjes. En die zijn ook helemaal mooi opgemaakt, maar die zijn soms al net iets te veel vrouwen voor wat ze zoeken. Ja, bij mij is het wel zo dat ik werk dan met veel meer kinderen. En dan had ik dat wel eens op schoolplein, dat een jongetje naar me toe kwam. Ben jij een jongen of een meisje? Ah, ja, ik ben een meisje. Maar ik had twee kanten op. Ja, precies. En ik vond dat op zich vond ik dat best wel leuk eigenlijk, dat hij dat gewoon dat hij dat vroeg. Want, ja, zeker. Ja. On the center of the skull, I will make some playable effect. So turn it a bit. Just go in the opposite lines. Very gently. Don't take off much. I only want to get a nice fold to the hairs. Do this two times. Pull the hairs to the front. Go to the first line of cutting. Twist hairs around. And then gently go in. This creates a nice soft fold through the hairs. Because her hair is really straight, and then I get a nicer effect on it. Coming to the neckline, lay the hairs aside, get rid of the hairs I don't need, and clean the contour line. By holding the hairs to the side with a comb, I get a nice soft line. I'll show you that also. Comb the hairs down. Lay them in a natural fold. Go in with the clipper. Clean the contour line. Get rid of the hairs you don't need. Lay the hairs back. Gently go on the line of cutting. Take only away the tips. So now I have a nice full neckline, soft and very feminine. Hairs on the ears with this ultra fine point cut technique, holding the line real soft, slipping. Do this on both sides, of course. Pull the ear to the front. Take away the longer hairs behind the ears. Now, for so far, my cut is ready. So now I can make her a bleach. Made bleach, made it with 3%, that's 10 volume. The wonderful thing about working with this low peroxide is that you can really apply it all over the hair. Normally you would irritate the skin, but that doesn't happen.
because the process is much colder than when you do it with 30 volume or 40 volume. Put in a opposite color. So there's a violet into the color because you can see it's a golden color, so it needs the opposite color of gold. Put in step one of the glint line to hold the most wonderful hair I can ever have after bleaching. Making sure there's enough on the hairs. Then I take the hairs back, so I travel over total skull to get information of everywhere the bleach is, how much there is on the skin and the hairs. So now I loosen the hair a little bit. You can see there's a lot of yellow in the color because they plop up now because we're going to the first color lines. Now light blonde. Take a cotton wig, peel it off, and put a little bit on the contour line on front because there will be the plastic foil. And that process heats a little bit more than the rest because it's plastic foil. On the neckline, I lay also a bit. These are closed. Now we're going to wait, tell you afterwards how long it took to get her into platinum blonde. And then I show you how I apply the pink, old pink colors, soft and transparent, on hair. We go for a coffee or tea, and you just wait there. We'll be back in a second. Okay, back from my coloring. And we dried the hair, so this is how she looks when she has platinum hair. And we only put a silver toner over it, so this to reduce the yellow tones. Now we're going to work with this wonderful product of Keune. Can apply this on her hair. And this you have to do on dry hair. It's three keer. What do you? Nee, we hebben het eerst platina blond gekleurd. Ja. En nu doen we er een hele zachte violettige roze overheen. Ze heeft zo'n hekel aan blond haar. Heb je blond haar? Ja, ik heb wel donkerblond ergens. Ja, goudblond, donkergoudblond. Ja. Dat was ik, weet ik wat, 2 uur geleden of zo. Ja. Ja. En nu naar platinum en dan door naar roze of iets in die richting. Ja, lavendel. Keer, ja. Wat zeg je? De eerste keer. Ja. Ja, ik denk dat ik het ook echt ontzettend leuk vind. Mm-hmm. Ik wilde dit echt heel lang al doen. En Theo maakt het mogelijk. Theo's wenscentrum. Deze is altijd deze kleur. Heel mooi zacht. En die is ook nog te krijgen in een shampoo kleur. Dus dat is ook heel fijn. Dat kun je dan weer doen. Ja, als je deze wast met de shampoo die dezelfde kleur is, hou je dezelfde kleur gewoon heel lang. Maar het voordeel is ook, er zit een violetje in. En violetje is de complementaire kleur van geel. Dus die houdt de gele kloed ook uit het haar. Zie je dadelijk ook hoor. Als je dadelijk op het haar kijkt, zit er een hele mooie, zachte, witte gloedjes overheen. Het is een hele mooie kleur eigenlijk dit. Dan comb this product through the hairs. And then we leave it on for 15 minutes. And then rinse it out. And you will certainly see more shades of this soft color. And because it's a violet, it reduces also the yellow tones afterwards in the hairs. So we'll be back after 15 minutes. Okay, back from coloring. We rinse it out. And now I'm going to dry it again.
Use a little bit foam of glint. Ruikt het zo lekker op de schuim, het ruikt zo heerlijk. Blow dry it with my latest Kiona blow dryer. Ik vind hem op deze stand wel heel beschaafd, deze geur. Lekker zacht, kunnen mensen nog praten met elkaar. So far, blow drying. Now, I don't want to make this a stiff hairstyle, so I only lose a little bit of oil. If I use Diamond Gloss, I think this is the most wonderful product for hair. It doesn't grease the hair, brings out the colors, it gives a lovely shine, and it would come with smell. You get the love of spring. It's a real flower smell, like. Yeah, 100,000 flowers in one pot. Quite lekker, hè? Yeah, heerlijk. And the nice thing is then, when you go with your fingers through the hairs, you can see how wonderful the fall is, because you don't destroy the hairstyle, and it gives a wonderful shine to the hairs. And it's also nice for the skin, when you have your hands, for example, you put it on, and you wear it over it, you get really wonderful, shiny, glowing hands. I thank her for being my model. Thank you for watching. She will certainly turn around to show you the end result. And we see each other next video. Bye bye. Nou, maar een rondje draaien. Mooi, dankjewel. Hi, my name is Patricia. And I wanna have my hair cut a little bit shorter, just a little trim. And I want to have pink hair. Pink hair, wow. Yeah, we go for pixie. You normally have a pixie and sometimes very short. Yes. Okay, will you turn so they can see how your hair is now? Yeah. And this hairstyle is from before the lockdown? Yes, from November. November. That's a long time. Yeah, 4 months. Yeah, that's long. Yes, it's quite Thank long. Thank you very much.